s'avonds dan teken ik soms wel eens op school en dan zie niemand het en dan hou ik het altijd voor me. En nu zeggen heel veel mensen, wauw, echt super mooi. Romy van 11 is in Wervershoven en omstreken beroemd geworden met haar tekeningen. Ze tekent mensen met verschillende beroepen die nu in deze tijd aan het werk zijn. Omdat ik heel graag voor de mensen die heel hard werken en gewoon veel doen voor dit, wil ik gewoon heel graag bedanken. En daarom maak ik een tekening. Op elke tekening staat hashtag hou vol. Omdat Romy graag wil dat iedereen volhoudt tot deze tijd voorbij is. Zo probeert ze iedereen een hart onder de riem te steken. Nou, ze tekende eigenlijk al een hele tijd. En toen had ze de zuster gemaakt. En daar kwam ze mee naar me toe. En toen zag ik hem en toen dacht ik, oh, wauw. Nou ja, daar moeten we wat mee doen. Ja. Toen vroeg ik haar of ze ook andere beroepen wou maken. En toen ging het eigenlijk heel snel. Facebook geopend en een Instagram aangemaakt met een naam. En toen ging het eigenlijk door heel Nederland. Ben je trots op haar idee om deze tekeningen te gaan maken? Ja, hartstikke trots. Ik doe heel veel promotiewerk voor haar. En ik wil heel graag, en dat wil ze zelf ook, om een kaartenlijn op te zetten. Dus het uitzicht wel in die manier om haar juist verder te helpen. Om ook een iPad bij elkaar te sparen, wat haar de grote droom is. Is er een tekening waar je heel erg trots op bent? Of die iemand heel mooi vond? Heel veel mensen vonden de koning en koningin mooi. En ik ook het mooiste. En mijn vrouw was heel erg, die vond de buschauffeur die ik had gemaakt, de man die was overleden aan corona, daar was ze heel erg ontroerd over en dat vond ik ook wel heel mooi. Ze is gelukkig nog lang niet klaar met het maken van tekeningen. Ze heeft namelijk nog heel veel ideeën. Ik wil een soldaat maken, een dierenarts, een nagelstylist en ik wil een fotograaf maken.